20 gelukkigen mochten in het gemeentehuis van Bergendal hun participatieverklaring tekenen. Hiermee mochten zij zich officieel statushouders noemen. Burgemeester Mark Slinkman was aanwezig om alles in goede banen te leiden. Mensen hebben allemaal een aantal bijeenkomsten bijgewoond waarin ze hebben geleerd over de Nederlandse samenleving. Over wat wij belangrijk vinden aan normen en waarden. En dat als zij hier hun toekomst willen vinden, waaraan ze dan ook eigenlijk zich moeten verbinden. Zich mee akkoord moeten verklaren. Dat zijn dingen als gelijkheid van man en vrouw. Maar ook de vrijheid die we hier hebben en hoe je daarmee omgaat. En dat je die zelf hebt, maar dat je die ook aan anderen moet geven. Allemaal zaken die niet zo vanzelfsprekend zijn in sommige thuislanden. Nou, en als je dat allemaal gedaan hebt. En je bent het er ook nog mee eens, dan kun je in het kader van de inburgering die participatieverklaring tekenen. En dat betekent eigenlijk dat je zegt van nou, ik vind dit ook en dit is onderdeel van mijn Nederlander worden. Er zijn mensen die eigenlijk nu al een vliegende start maken, die in een aantal maanden heel behoorlijk Nederlands hebben geleerd. En die bijvoorbeeld een beroep hebben wat ook vrij makkelijk te bereiken is. Ik sprak net met een meneer uit Syrië, die is bezig met zijn groot rijbewijs en daarna wil hij vrachtwagenchauffeur worden. Nou, dat is best wel onder handbereik om snel aan de slag te gaan. Ik sprak een andere meneer die ook al ervaring heeft in de bouw. Nou, daar is nu een schreeuwend tekort aan, dus op het moment dat zijn Nederlands voldoende is om dingen als van pas op te begrijpen. Dan kan hij ook denk ik aan de slag als hij zijn veiligheidscertificaat kan halen. Maar ik sprak ook met een mevrouw waarvan de man in Syrië dierenarts was. En die heel graag zijn beroep weer op wil pakken. Maar ja, zijn diploma van de universiteit in Damascus of Aleppo is toch wat anders dan hier. Desalniettemin gaat het in sommige gevallen wel in één keer goed. Bijvoorbeeld bij Maxwell, die vandaag ook mocht tekenen. Ik ben Maxwell en ik kom uit Nigeria. Dat is West-Afrika. Ja, ik ben bijna 10 jaar in Nederland. In mijn vrije tijd, ik ben muzikant. Ik geef muziekles. En ik doe heel veel activiteit met muziek, met kinderen. En kinderen met beperking, kinderen en lichamelijke kinderen. Ik geef workshop. En ja, om mensen bij elkaar te brengen en zo. Ja, vandaag was iets gezellig. Vandaag om een participatie, verklaren mensen om Nederland te leren, de maatschappij in Nederland, zeg maar. Zo vind ik het was gezellig geweest.